De A67 moet tussen Asten en Eindhoven worden uitgebreid met een parallelbaan, zoals de N2 die rond Eindhoven is aangelegd. Op de A67 staan bijna dagelijks files waardoor automobilisten kiezen voor een alternatieve route om naar Eindhoven te rijden. Een parallelbaan zou die problemen kunnen oplossen. Bijna de hele gemeenteraad van Gelderop-Mierlo wil dat het college daarvoor gaat pleiten in Den Haag. Omdat heel veel verkeer wat er nu dagelijks door Gelderop-Mierlo gaat, regionaal verkeer is, wat naar Eindhoven toe gaat. En als je dat scheidt van het doorgaande verkeer zoals dat op dit moment al op de ring in Eindhoven is, dat je die files lokaal hier oplost en dat er een goede doorstroming is en dat je het verkeer buiten het dorp houdt. De regio heeft de afgelopen jaren te vergeefs gepleit voor de verbreding van de A67. Volgens de gemeenteraad is nu het juiste moment om het onderwerp weer op de kaart te zetten. De Tweede Kamer praat namelijk morgen opnieuw over de toekomst van de Nederlandse snelwegen.